In tijden van een recessie is het belangrijk dat je je portfolio beschermt. Forbes heeft daarom een aantal sectoren en bedrijven die recessieproof zijn voor jou op een rijtje gezet. Niks is recessiebestendig, maar historisch gezien zijn er sectoren die tijdens een recessie minder verlies maken of soms zelfs winst pakken. Deze aandelen worden defensief genoemd. Basisconsumptiegoederen is de sector die veelal goed presteert, gezien de mens deze goederen zal blijven kopen. Denk aan Unilever, Procter & Gamble, Coca-Cola en Ahold Delhaize. De guilty pleasures. In moeilijke tijden bieden deze middelen een combinatie van verslaving en stressverlichting. Denk aan alcohol, gokken of zelfs de wietindustrie. Bezuinigen betekent ook kiezen voor een B-merk in plaats van een A-merk. Daarnaast doen budgetwinkels zoals The Action het erg goed in tijden van een recessie. Transport is een sector die altijd in beweging blijft. Denk aan UPS en Union Pacific. We blijven natuurlijk gewoon gebruik maken van water en elektriciteit. Nutsbedrijven zullen dus steady doorgaan en profiteren soms van subsidies in roerige tijden. Er wordt niet bezuinigd op de gezondheidszorg. Ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en farma zijn potentiële sectoren. Denk ook aan Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Walgreens of Fargon. IT verschuift nu ook naar de defensieve kant, want we kunnen gewoon niet meer zonder technologie. Denk bijvoorbeeld aan computersoftware of hardware en halfgeleiders. Naast IT kunnen we ook niet zonder communicatie en digitale diensten. Denk dus aan KPN, Verizon, Google en Netflix. Maar denk ook aan de videogaming industrie. Maar de beste manier om jouw portfolio te beschermen is spreiden.